Hoi en welkom bij weer een splinternieuwe video. Vandaag ga ik iets heel erg speciaals doen. Ik ga namelijk 24 uur lang bij Bibi doorbrengen. En zij gaat die hele tijd bepalen wat we gaan doen. Ik vind het zelf wel een beetje spannend. Maar tegelijkertijd heb ik er ook ongelooflijk veel zin in. Want Bibi heeft altijd hele leuke en originele ideetjes. Maar voordat we gaan beginnen heb ik nog een super toffe like challenge voor jou. Namelijk om deze video natuurlijk een duimpje omhoog te geven. Maar met welke hand, dat hangt ervan af. Is het op het moment dat je deze video kijkt woensdag, like deze video dan met je rechterhand. En is het een andere dag, like het dan met je linkerhand. Ik ben heel erg benieuwd. En zoals je waarschijnlijk wel weet, heb ik vaker video's gemaakt met Bibi. En we doen altijd de leukste challenges. Maar deze gaat net eventjes een stapje omhoog. Want we gaan 24 uur lang met elkaar doorbrengen. En het is altijd super leuk en gezellig samen met Bibi. Dus ik denk dat het wel echt een hele leuke dag gaat worden. Maar ik weet tegelijkertijd ook niet helemaal wat ik ervan moet verwachten. Want zij heeft allemaal verschillende soorten leuke dingetjes op het schema staan. Maar ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd. Dus ik zou zeggen, laten we gewoon naar Bibi gaan. Ja! Volgens mij ben ik op dit moment in de juiste straat. Jongens, het gaat zo ongelooflijk leuk worden. Ik heb er heel erg veel zin in. Dus we gaan maar gewoon eventjes aanbellen. En proost. Cheers. Zoals je kunt zien zit ik nu dus naast Bibi. Ja. En vandaag gaat ze dus 24 uur lang bepalen wat we gaan doen. Ik heb er heel veel zin in. Ja, ik heb er ook heel erg veel zin in. Maar ik weet niet of ik het helemaal aan jou kan toevertrouwen. Oh help. Tuurlijk. Wat heb je allemaal in gedachten? Ik heb een paar hele leuke plannetjes bedacht. Ik weet niet of jij ze even leuk gaat vinden als ik. We gaan het toch doen. En als eerst lijkt het me heel erg leuk om misschien naar... Ik vind het spannend. Wat is het? Wat is het? Een trampolinepark te gaan. Een trampolinepark? Ja. Oh, dat vind ik wel heel erg leuk. Ja, toch? Want ik heb niet zo'n hele goede conditie. Dat is jammer, maar we gaan het toch lekker doen. Oh. Oké, nou vooruit. Let's go, toch? Yes. Yes. Woo. We zijn nu onderweg naar... Het trampolinepark. Yes. En we zijn lekker aan het fietsen. Lekker op zijn Nederlands. Heb je er een beetje zin in? Ik heb er heel veel zin in. En jij? Ja, ik heb er ook wel heel erg veel zin in, maar ik ben er ook wel een beetje bang voor. Snap ik. Ben je er al ooit geweest, schat? Eén keertje ben ik er ooit geweest. Oh, moet je voorzichtig doen. Yes, let's go. Anders gevonden. Een soort van luchtmatras of zo. Dat was wel echt super leuk, maar ik ben ook heel erg moe. Nu heb je ook wel een beetje honger, of niet? Ja, eigenlijk wel. Dus we moeten natuurlijk wel een beetje opladen. Waar heb je eigenlijk zin in? Ik heb wel zin in een lekker broodje of een croissantje. Ik eigenlijk ook wel. Ja. Zullen we hele verse gezonde dingen nemen of lekkere broodjes? Laten we gaan voor de hele gezonde broodjes. Yes! En Bibi, ik zie ook dat je een mandje hebt gepakt. Ja. Wat ben je allemaal van plan om te kopen? Dat kan ik je nog even niet vertellen. Oh, ik wil een croissantje. Croissantje. Yes! Heel mooi. Zo. En... Go. Yes! En door. Even lekker. Chappies. Popcorn, wat wil je? Bibi, ik betaal, dus je mag alles kopen wat je wil. En go. 10 seconden. 10, 9, 8, 7, 6. Je bent te druk bezig met lachen. 5, 4, 3, 2, 1. Maar ik heb wat gescoord hoor. Oké, yes! Hier zijn onze prachtige lunchbordjes. Cheers! Proost. Lekker? Ja! Jij ook? Oeh, dit is misschien wel de beste lunch die ik ooit heb gehad. Ja, ik ook. Ja. En nu ben ik ook wel heel erg benieuwd naar wat je volgende plan is. Ik heb iets heel erg leuks georganiseerd. Laat me je nagels eens zien. Mijn nagels? Ja. Oké, alsjeblieft. Ik zie dat ze nog niet gelakt zijn. Nee, dat klopt. Bibi. Ik heb wat vriendinnen uitgenodigd. Daar zou je ze hebben. Kom mee. Oh, wat gaan we doen? We gaan open doen. Wat? Oh. Hello, everyone. Hello. Ja, wat gaan we doen? Kom mee. Oh, oké.
het ziet er zo ongelooflijk gezellig uit. Kijk, ja. We hebben lekkere snacks en we hebben een heleboel nagellakjes. We hebben onze kleuren uitgekozen. Kijk nou, ik dacht kijk naar jouw tong. Ah! Heb je te veel blauwe M&M's opgegeten? Ja. En waar ga jij voor? Welk mooi kleurtje? Ja, voor deze. Hoe moet ik nou filmen en nagellakken tegelijkertijd? Bibi, kan je me helpen met je nageltjes? Ja, oké. Welke kleur wil je? Ik wil deze. Oké. Ja, daar. Wel, help. Het lukt. Want de concentratie yes. Even. Concentratie. Nou, het ziet er hartstikke mooi uit. Oeh, mooi kleurtje ook. Dit zijn onze nagelkleurtjes. Oeh, super pretty. Ben je er een beetje blij mee? Ja. Ja, en jij? Ja. En jij? Ja. Ik vind het wel heel gaaf dat je twee verschillende kleurtjes hebt. Roze en parelmoer. Oeh. En Bibi, ben je er blij mee? Ik ben er helemaal blij mee. Matheid. Mooie matte nagels. Matheid forever. Ja. Zo'n ontzettend leuke nagelparty. Ja, hebben jullie het een beetje naar je zin gehad? Ja, zeker. Ja, ik ook. Ik vond het geweldig. Dus dat verdient natuurlijk wel een dikke high five. Oh, bijna. Yay! Dat was echt een mega leuk en super gezellig. Zeker. Mega super de bom. Oké, doei! Fiets veilig! Doei! Oh, daar gaan ze. Nou, vond je het wel leuk? Ik vond het helemaal leuk. En wat heb je nu in gedachten om te gaan doen? Misschien is het leuk om voor mijn kanaal nu een video te nemen. Oeh, dat is ook wel een heel erg goed idee. Ja, toch? Oh, wat zijn deze spullen ineens allemaal? Bibi, wat gaan we doen? Ik ga een hele leuke video voor mijn kanaal opnemen. Het is een slijmvideo. Ja. Maar wat het nog precies is, dat gaan we nog eventjes niet verklappen. Dat komt natuurlijk op haar kanaal te staan. Ja. En het is echt gewoon een dag in het leven van Bibi. Want dit is natuurlijk wat jij normaal gesproken doet. Ja. Ik heb er zo ontzettend veel zin in. Ja. YouTube-filmpjes filmen is altijd wel leuk, toch? Ja, zeker. Volgens mij is het tijd om te eten, of niet? Nou, ik heb wel een leuk ideetje om ergens te gaan eten. Oeh, ik ben heel erg benieuwd naar wat Bibi van plan is. Nou, dan ga je dan snel achterkomen. Oké, let's go. Yes. Die kant op? Oké. Okay. We zijn onderweg, maar ik weet dus nog steeds niet wat we gaan eten. Bibi, wat is het? We gaan iets heel lekkers eten en okay. Ik denk dat jij het ook wel lekker vindt. Ja, denk je? Ja. Zijn we er bijna? We zijn er heel bijna. Oké. Okay. Yum. Bibi, jouw idee is heerlijk. Ja, ik vind het heel lekker. Ja. Ik heb natuurlijk lekkere patat met een speciaal en een vega kroketje. Oh, jij hebt gewoon losse frietjes en een kaassoufflé. Ja. Eet smakelijk. Jij ook. Maakt het? Ja, echt heel lekker. Wacht, we maken even een frietjesmonster. Niet spelen met eten. Even serieus doen, Bibi. Jeetje, zeg. Ik heb heel erg lekker gegeten. En na het eten is natuurlijk tijd voor een ijsje. En Bibi, jij had heel erg veel zin in ijs. Ja, zeker. Dus jij had een mega. Met disco dip. Ja. Oeh, lekker. Oké, neem je eerste hap. Heerlijk. Perfect. Dan wil ik die van mij ook nog even proberen. Oh, die is echt heel lekker. Hier ga ik nog even van genieten. En het begint avond te worden. Best wel donker. Het is namelijk al 7 uur 's avonds. Ja. Dus we moeten ons gaan klaarmaken voor de avond. Ja, dat gaat het snel. We zijn weer thuis. Ons buikje zit lekker vol. En we hebben zojuist een beetje gespeeld op de piano. En we hebben een liedje geoefend. Nou, we zijn nog niet echt heel erg goed. Maar het is misschien wel leuk om gewoon eventjes voor jullie te spelen. Even kijken of er iets uitkomt, toch? Ja. Oké, ik ben benieuwd. Let's go. Spelen. Ja. Zullen we misschien een TikTok gaan maken? Leuk! Ja! Dat is een goed idee. Go! Yes.
We hebben een mooie achtergrond gevonden. Dus gewoon de huiskamer waar je normaal gesproken je TikToks doet. Ja. En we hebben de lamp weer eventjes neergezet. En laat eventjes jouw super high-tech manier zien van je telefoon neerzetten. Ja, nou kijk, ik heb geen statief voor mijn telefoon. Nee. Want dat is wel handig, want anders dan moet je hem zeg maar zo op de kast neerzetten. Ja, maar dat werkte op zich wel, toch? Yes. Ja. 3, 2, 1. I'm sorry that people are so jealous of me. But I can't help it that I'm so popular. Ons TikTok is af en je bewerkt hem nu in VideoStar. Even kijken. I'm sorry that people are so jealous of me. But I can help it that I'm popular. Zo goed! Maar je gaat er misschien nog wat meer effecten op doen. Ja, nu zit er geen effect op. Behalve de slow-mo natuurlijk. Yes. En dan kunnen we nu gewoon eventjes door naar het volgende. Want het is heel erg donker. En volgens mij heb je nog een ander plan, toch? Jazeker. En film kijken op Netflix. Oeh, dat is heel erg gezellig. Ja. Maar, wat ook wel heel erg leuk is, is om dat gewoon lekker chill te doen in onze pyjama's. Woehoe. Yes. Dan moeten we nog eventjes omkleden. Ja. Oké, 3, 2, 1. Zullen we Netflix gaan kijken? Ja, leuk. Oké, let's do it. Ik vond het echt een hele leuke dag. Ik vond het ook super gezellig. Shup, 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 shup. Het is alweer bijna 11 uur 's ochtends. Weet je wat dat betekent? Het einde van de 24 uur. Ik vond het super leuk dat je er was. Ja, ik vond het ook heel erg leuk. Dankjewel dat ik van 24 uur bij je mocht blijven. Ik ga er weer vandoor. Bye. Oh. Doei. Doeg. Doei doei. Tot thuis. Thank you. Doei. Dat was zo ontzettend leuk. Ik vond het geweldig om de dag door te brengen met Bibi. En check ook zeker eventjes haar kanaal, want ze maakt een mega toffe video's. De link daarvoor zet ik in de beschrijving hieronder deze video. En beantwoord ook meteen eventjes de vraag van vandaag. En die is, als jij 24 uur lang met wie dan ook op de wereld zou mogen doorbrengen, wie zou dat dan zijn? Ik ben heel erg benieuwd naar je antwoord. Laat het me zeker eventjes weten in de reacties hieronder deze video. En dan zie ik je natuurlijk weer in de volgende video. Doei doei!